Hey, hallo! Leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video op mijn kanaal. Ik ga vandaag iets maken en ik heb het nog niet eerder gemaakt, maar het lijkt me echt super simpel. En ik ben wel heel erg benieuwd of het ook lekker gaat zijn, want ik ga zoete pizza's maken. En meestal maak je pizza's hartig, dus ik ben benieuwd of een zoete pizza ook erg lekker kan gaan wezen. Wat je allemaal nodig gaat hebben, laat ik je nu zien. Veel plezier met kijken. Je hebt nodig aardbeien, chocoladepasta, suiker, pizzadeeg en een banaan. Ik haal als eerste de plasticjes van het bladerdeeg af. De volgende stap is dat ik de pasta erbij pak. En die smeer ik met een mes over de bladerdeeg heen. Probeer de randjes een beetje vrij te houden. Dan pak ik de aardbeien erbij en die verdeel ik over de bladerdeeg heen, over de chocoladepasta. Dan is het tijd voor de banaan. Die ga ik even schillen en in plakjes snijden. En die verdeel ik dan tussen de aardbeien in. En dan is de kristalsuiker aan de beurt. Met een lepel strooi ik er wat suiker overheen. Nu ga ik ze even op een bakplaat leggen. Zo, nu zijn ze klaar om in de oven te gaan. En de oven is voorverwarmd op 200 graden. Inmiddels zijn we 15 minuten verder, dus mag de oven uit en haal ik de pizzaatjes uit de oven. Ik heb ze even op een bordje gelegd en zoals je kan zien, zien ze er eigenlijk best wel lekker uit. En of ze ook net zo lekker smaken als dat ze eruit zien, kom ik maar op één manier achter. Ik ga even een stukje proeven. Ik heb hier een hapje met alles erop, met banaan, aardbei en de bodem. En uiteraard wat chocoladepasta. Ik ben benieuwd of die lekker is. Gek genoeg vind ik dit eigenlijk helemaal niet zo verkeerd. Ik hou wel meer van een hartige pizza. Maar deze zou je ook gewoon kunnen gebruiken als een toetje. Er is ook niet iets wat heel erg overheerst. En daarnaast is de bodem ook erg lekker geworden. Wat net ook grappig was, toen ik de pizzaatjes van de bakplaat afhaalde en op het bord legde, toen zag je allemaal van die slierten en die werden gelijk keihard. En dat waren aardbeien-sliertjes. Door de suiker waren ze gelijk weer hard geworden. Dat ziet er wel grappig uit. Het lijken dan daardoor net haar, terwijl dat helemaal niet zo is. En dit was dan de video van vandaag. Ik hoop dat je het leuk vond en een duimpje omhoog natuurlijk doet. En hopelijk zie ik je volgende keer weer bij een nieuwe video. Doei doei!